Oké okay, jongens, ik heb 11.000 views op mijn video streamen op Twitch. Hoe doe je dat? En ik heb meer dan 7.000 views op de video. Hoe krijg ik meer kijkers op Twitch? Twee thema's die gewoon te maken hebben met hoe kun je groeien op Twitch? En hoe begin je op Twitch? En hoe kun je groeien op Twitch? En ik heb het idee dat ik echt niet alles heb benoemd in die video's wat er is bij Twitch. Let me down. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Omdat er vorig jaar echt super veel nieuwe streamers bij zijn gekomen, leek het mij een leuk idee om een video te maken hoe jij nou gaat. Van, ja, je bent begonnen met streamen. Dat heb ik gezien, want er zijn zoveel comments op de video van hoe doe je dat streamen op Twitch. Er zijn zoveel comments met mensen die begonnen zijn met streamen. En ik wil je die mensen die nu zijn begonnen helpen met hoe je meer kijkers krijgt. En in de vorige video legde ik uit uh, hoe je überhaupt kijkers krijgt op Twitch. Ik sta nog steeds helemaal achter alles wat ik in die video besproken heb, maar ik ga ze niet nu nog een keer bespreken. Dus kijk vooral die video als je hem nog niet gezien hebt. Dus hij is al 2,5 jaar oud. En... Ja, wat ik daar zeg geldt nog steeds. Maar ik heb wat nieuwe puntjes opgeschreven: vijf nieuwe puntjes, hoe jij van 2 naar 20 kijkers gaat. Of van 20 naar 50 kijkers. En daar ga ik jullie bij helpen. Deze video wil ik beginnen met mijn nieuwe streamschema. Ook ik moet mezelf uitdagen en zoeken naar nieuwe dingen die de content verbeteren voor jullie. En hierbij past een nieuw streamschema. Ik heb 2020 gekeken naar wanneer ik eigenlijk de meeste kijkers heb. En dat was niet op de dagen dat ik normaal stream. Um, mijn streamschema was nu van maandag tot vrijdag. En daarin had ik niet. Um, de meeste kijkers. Mijn meeste kijkers heb ik op zaterdag en zondag. Dus ik snij mezelf eigenlijk in de vingers als ik niet op zaterdag en zondag ga streamen. Dus ik heb een nieuw streamerschema. Wanneer ga ik live? Ik ga op maandag live om 10 uur of om 12 uur. Dat is net, ja, dat, daar, ik wil er geen tijd aan geven, maar het is in ieder geval een overdag stream. Dus ik stream vanaf 10 uur of vanaf 12 uur tot etenstijd. Dan stream ik op dinsdag en donderdag. Vanaf 3 uur tegenwoordig. Vanaf 3 uur tot 10 uur. En misschien dat ik soms een beetje doorga tot 11. He, we zien het wel. Maar in ieder geval dinsdag en donderdag gaan we nu avondstreamtjes hebben. Vanaf 3 uur al. Dan ben ik. Uh, dit gaat misschien een beetje pijn doen. Op woensdag neem ik vrij. Dat is mijn dag dat ik aan YouTube werk. Aan al mijn andere social media en alle dingen die komen kijken bij streamen. Die doe ik op die dagen, uh, op, op uh, woensdag. En op vrijdag is ook een offline dag. Ik pas dus op op vrijdag. Dus de aankomende weken zal ik iedere vrijdag vrij zijn... omdat ik dan aan het oppassen ben. En dan op zaterdag en zondag kun je streams verwachten. Alleen hier ga ik geen tijd aan zetten. Want soms heb ik avondsplannen, soms heb ik smiddagsplannen. Dadelijk in de zomer heb ik ook meer... Tennis Toernooien die zijn dan allemaal smiddags, dus dan zal ik meer s'avonds streamen. Terwijl misschien dat ik nu juist meer smiddags stream omdat ik s'avonds een spelletje ga spelen met vrienden of net wat. Dus um, ik ga op zaterdag en zondag live, alleen daar geef ik geen tijd aan. En de streamtijden zijn sowieso verlengd, dus ik ga nu gewoon meer streamen. Ja, op meer dagen ook. Dus meer, meer mij. door naar de video. Nummer 1 tip is. Kijk naar jezelf. Ga niet naar andere streams toe en zeg... Ja, maar jij bent een vrouw, dus natuurlijk heb je kijkers. Dat is zo'n lame-ass excuus. En als jij hier echt... Als jij deze video aan het kijken bent en je denkt... Nou, dat ga ik niet zeggen, maar ik denk ik wel. Dat is al de verkeerde denkmanier. Want je wil focussen op jezelf en op je eigen groei. En je moet niet focussen waarom anderen iets halen. Je moet voor jezelf... Ja, je moet gewoon heel erg naar jezelf kijken. En geen excuses... Uh, met excuses komen van ja, ik ben geen vrouw of ik ben geen pro-gamer. Uh, uh, waarom kijk? Want als jij al niet in jezelf gelooft, waarom zouden mensen naar jou gaan kijken? Als jij niet gelooft dat jij leuke content kan maken. Ik trap er niet in. En andere mensen waarschijnlijk ook niet. Dus dat is mijn eerste tip. Kijk naar jezelf. En de tweede tip heeft daar dan ook wel een beetje mee te maken. Kijk naar anderen. Kijk, dus kijk naar jezelf, maar kijk ook naar anderen. Zonder dat je meteen judgmental bent. Waarom? En, en misschien is het juist slim om naar mensen te kijken die jij niet kijkt. Snap je? En daar wat van te leren. Dus kijk naar anderen en leer ervan. Niet kijk naar anderen en steel ervan. Steel andermans ideeën. Want dan ben je iets aan het doen wat iemand anders beter kan. Dat is niet wat je wil. Je moet kijken naar anderen. Uh, gemotiveerd raken door iemand of juist denken van, He, maar dat zou ik nooit kijken. Maar hoe kan ik dit draaien naar iets wat voor mij wel zou werken? Dit is misschien een beetje vaag, maar als je in de mindset, uh, mindset zit, waar ik nu ook in zit, dan zit je er helemaal in. Je leert veel meer van mensen die jij niet kijkt dan van mensen die jij wel kijkt, aangezien je al op een level zit. En um, mensen die jij niet kijkt, kan jij natuurlijk wat van leren, want jij kan bedenken. He, die dat zijn waarschijnlijk ook kijkers die nog niet naar jou kijken. En juist om jouw ideeën een beetje aan te passen en te be bewerken in je hoofd trekt misschien juist wel die mensen aan die nu nog niet naar jou kijken. Want dat is wat je zoekt. Jij zoekt niet de mensen die al naar jou kijken. Kijk, je moet niet zo drastisch veranderen dat de mensen die al naar je kijken gaan veranderen. Maar je moet creatief zijn daarin. En dat is dus puntje twee. Dan gaan we naar iets technischers, waar je gewoon niet creatief of iets voor hoeft te kunnen, maar gewoon je portemonnee open hoeft te doen. Dat is punt 3. Vraag jezelf eens af waarom je zelf wegklikt bij een stream. Hè, dit kan zijn als iemand bijvoorbeeld een follower, follower only chat heeft. Dat zou voor mij ook iets zijn waarom ik weg zou klikken. Of als je, misschien hou je niet van donation goals. En als zie dat ze prominent in beeld staan, klik je dat weg. Voor mij, ik heb als voorbeeld opgeschreven: bij mij is het audio. Dus als iemand hele slechte audio heeft, dus uh, zijn mic kraakt, of hij zit te ver weg van zijn mic, of het is gewoon geen prettig geluid om naar te luisteren, dan is dat voor mij iets wat ik weg zou klikken bij een stream waar ik binnenkom. En dat is dus misschien ook iets wat je voor jezelf na moet gaan. Waarom? Klik jij weg bij een stream? Want je hebt wel eens een stream weggeklikt omdat je niet entertainend genoeg was. Je bent vast op zoek gegaan naar nieuwe streamers en bij de ene blijf je hangen en bij de ander niet. Waarom blijf je niet hangen? En implementeer dat dan in je eigen stream. Dus voor mij was dat heel erg audio. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik een goede audio heb met fijn geluid waar mensen graag naar luisteren. Vooral als ik wat zachter praat en. Um, ja, als ik ook mijn best doe om warmer te praten, dat dat ook in de microfoon omgezet wordt naar een warme kleur geluid. Dat was voor mezelf een leerdoel en ik dacht, nou, misschien kan ik deze tip wel heel goed delen met iemand. Wat ook bijvoorbeeld iets kan zijn uh, als iemand de hele tijd zit te klagen over hoe zwaar het is. Dat zou voor mij ook iets zijn um, om weg te klikken. Ik hou gewoon van positiviteit en mijn eigen klagen en klaagzang, dat, dat heb ik al... In mijn privé, weet je wel, dan ga ik wel even klagen tegen mijn vriend of tegen uh, mijn moeder. Om dan lekker op Twitch als afleiding te komen uh, en dan een stream binnen te vallen waar alleen maar geklaagd wordt, dat zou voor mij ook echt een, een reden zijn om weg te stip, uh, klikken. Dus ga dat even na voor jezelf. Wat zou jij doen? Wat doe jij om. Hè? Wanneer klik jij een stream weg? Wanneer iets wat gebeurt? En zorg ervoor dat dat bij jou niet gebeurt. Nummer 4 is. Zoek je focus. Zoek je focus en dan heb ik het over iedereen gamet op Twitch. Dat is ook lekker comfortabel, je start je stream op en je gamet. Dat is waar Twitch is voor. Dat was een beetje Engels vertaalde zin in mijn hoofd of zo. Ik denk dat het ook heel goed is om dat te blijven doen. Ik wil niemand adviseren om op Twitch alleen maar IRL te doen of alleen maar muziek te maken. Dat, ja, misschien kan dat. dat daar heb ik geen ervaring in, dus daar kan ik geen advies over geven of dat een goede move is. Maar wat ik wel merk is als wanneer ik, nou, 80 van mijn content is sowieso game gerelateerd. Maar 20% probeer ik juist een focus te zoeken en ik ben op dit moment ook een beetje zoekende naar die focus. Maar een tijdje is dat voor mij fitness geweest. Dus dan naast mijn game content maakte ik fitness content. En dat was niet alleen op Twitch. Nou ja, dat kwam wel voor in mijn streams. We hadden het over fitness in de chat. Uh, het ging gewoon vaak over fitness, maar ook over gamen nog steeds. En die focus maakt jou uniek. En mensen die ook van fitness en gamen houden, die komen dan naar jouw kanaal. Uh, nu wil ik niet zeggen dat jullie allemaal fitness als voorbeeld moeten nemen. Ik heb een paar voorbeelden um, opgeschreven. Zoek een niche, snap je? Voor die 20%. En dat kan game gerelateerd zijn, dat jij een bepaalde game speelt, maar jij dan wel de populairste in blijkt te zijn. Uh, of een genre zoals koken of muziek of, of een instrument bespelen of kunst maken, hè? noem het maar op. Of IRL-streams, dat je gewoon echt gaat wandelen of in de. Ja, noem maar op. Er zijn zoveel ideeën en ik denk dat dat heel erg bevorderlijk is voor het me dat mensen jouw kanaal vinden. En, mocht je, en mochten ze, om zeggen, net zoveel interesse in jou hebben als zij, uh, jij in hen, dan blijven ze hangen en heb jij meer viewers. En daar gaat deze video uiteraard om. Dan als laatste tip, dat is tip 5, en dat is stop met het focussen op groei. Zit niet de hele dag te kijken naar die stomme nummers. Het maakt helemaal niet uit dat jij maar twee of drie kijkers hebt. Als die twee of drie kijkers maar heel leuk zijn, snap je? Als die maar kijken om jou, om, om jouw content. En uh, kijk, als die twee of drie kijkers jou alleen maar belachelijk zitten maken, dan zou ik zeggen: wijs ze de deur alsjeblieft, want dan is het niet meer leuk. Maar stop met het focussen op die groei, want je kunt je er zo in verliezen. En het maakt helemaal niet uit. <clears throat> er zijn periodes geweest dat ik gewoon gemiddeld 200 kijkers had. Nu zit ik meer op 100 gemiddeld. Dat is dus lager. En dat zou mij dus heel erg verdrietig moeten maken. als ik me er zo op had gefocust. Maar het maakt niet uit. Want je hebt altijd dipjes en pieken en dipjes en pieken. En dat moet je leren te nu nu nuanceren. voor je gevoel. Maar het is ook belangrijk dat je niet constant alleen maar aan het kijken bent. en alleen maar goals voor jezelf zet. En dat is best goed om een goal te zetten. Dat wil ik niet zeggen. Maar. Dat je dat ook los kan laten. Geniet gewoon van de content die je maakt. Focus je meer dus op de improvement. Dus op, de, op het verbeteren van je stream. Hè? Eigenlijk wil je dat iedere stream die jij doet beter is dan de stream daarvoor. En laat jouw stream dus ook niet afhangen van hoeveel kijkers jij hebt. Want dat heb je niet in de hand. Hang, hang het af van dingen die jij. Hè? Hang de successen van je stream af aan wat je hebt Gedaan met de stream. Hè? Heb je misschien een nieuwe transition gemaakt of een vette pop-up? Of uh, ja, de achtergrond van je stream. Gewoon verbeter iedere keer iets als jij gaat streamen en focus je daarop. Focus je op de improvement en niet op de groei. Ik hoop dat jullie me begrijpen hier. Dus als misschien um, deze tips waren echt niet voor. Mensen die nog niet begonnen zijn met streamen. Dit zijn echt tips voor mensen die al streamen en een beetje een blok hebben van Oh, wat nu? Ik, ik stream al een tijdje en ik groei niet meer. Ik hoop dat jullie echt heel erg veel aan deze video hebben gehad. En voor jullie heb ik deze video ook heel speciaal gemaakt. Dank jullie wel voor het kijken. Ik wil nog één keer weer noemen dat ik dus een nieuw streamschema heb. Ik ga hem nog één keer hier in beeld zetten. Dit is mijn streamschema. Vanaf nu. Uh, hoe lang we deze volhouden, dat zien we vanzelf. Maar ik denk dat dit de beste content schema is waar ik mee kan werken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef het een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. We zitten super dicht bij de YouTube-partner. En ja, ik hoop gewoon heel erg dat we deze gaan halen. Laat ook weer even. Je, je username in de comments achter. Ik ga jullie proberen te volgen. De vorige video heb ik dat ook gezegd. Alleen toen ging ik mensen volgen en waren ze vervolgens nooit live. Um, hieronder eventjes laat weten wanneer je precies streamt. En je username. Dan hit ik jou. Dan hit ik jou. Dan slam ik die follow button op jouw kanaal. En dan ga, kom ik even kijken. Want ik ben heel benieuwd. En misschien kan ik je wel wat tips en tricks geven als je dat zou willen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video.